Hey kijkers van Dus David Games, zullen jullie weer kijken naar een gloednieuwe aflevering van Evi en Boybot. Zoals jullie weten was het natuurlijk Valentijnsdag een paar dagen geleden. En Evi en Boybot waren alleen. Ze hadden geen liefde. En ik denk dat daardoor ook hun hele aard is om mensen te haten. Eerlijk is eerlijk, ze haten best wel heel erg. Daarom dacht ik, waarom ga ik niet als Love Doctor proberen hun alsnog te... Nu, ik wou zeggen te fixen, maar ik bedoel te koppelen. Ik hoef ze niet te fixen. Te koppelen en kijken of ze misschien een gelukkig leven samen kunnen leiden. Goed idee, toch? Bam, daar zijn we. Als het goed is, praten ze al Nederlands. Laten we eerst beginnen met hoe ze heten, want dat is makkelijker voor de communicatie. Hoe heet je? Wat ben jij eigenlijk, jongen of meisje? In welk universum spel je meisje met een lange ei? Maar goed, jongen. Ben ik een jongetje, haha. Haha. Grap van de eeuw. Hoe heet je? Praat Nederlands. Dat doe ik toch? Ik heet Jan en Alleman. Jan en Alleman. Oké, Jan en Alleman. Leuke naam voor een vrouw. Ken je Jan en Alleman? Het zou kunnen dat ze elkaar nog niet kennen, weet je wel. Nee, maar je heet Jan en je bent een meisje. Nee, doe eens even normaal, idioot. Doe je robot. Hoeveel jaar ben je? Ik 8 jaar. 8 jaar? Dan weet ik niet eens of ik überhaupt met jou mag praten op internet. Ken je Milan? Welke Milan? Dit is Milan. Ja, die ken ik. Kijk, je zijn parodies. Parodies? Ja. De parties van Milan. De parties van Milan. Ja, ik ben nog niet naar parties van Milan geweest. Laten we kijken of Evi Milan ook kent, want dan hebben ze al iets gemeen met elkaar, weet je wel? Ik ben Milan Knol. Vind je Milan leuk? Om dan... Welke is uw favoriet? Ik wil fietsen. Die vind ik ook het leukst. Nou, wat goed zeg. Vind je Milan Knol leuk? Duidelijk het belangrijkste. Je vindt Milan Knol het belangrijkste. Dan heb ik hier goed nieuws voor jou, want ik heb aan de andere kant van de lijn heb ik Milan Knol zelf. En misschien dat jullie wel kunnen daten. Zou je hem doen... Dushi. Wil je met Milan op date? Geen idee. Wil jij met mij, Anita? Wie de fuck is Anita nou weer? Soms word ik zo moe van deze video's. Volgens mij duurt mijn leven ook 10 jaar korter door deze video's. Zou jij op date willen? Ik weet dat je al een vriendin hebt, maar ik heb hier een hele leuke jongen voor jou. Wie weet? Nee, nog niet. Oh, maar... Ik moet jullie fixen, want het is de Valentijnsvideo. Netflix en chill? Dit werkt altijd, heb ik begrepen. Dit werkt altijd. Netflix is the best. Yeah, een date. 20 zul je bedoelen. 20 dates? Ja, tuurlijk, schat. Oké. Ze wil 20... Milan wil 20 dates. Met wie? Jou niet. Daar zijn we al een hele tijd achter, hè mensen? We moeten toch echt zijn naam weten? Wat is je naam? Hoe heet je? 15 uur. Nee, 15 uur. Hoe heet je? Engels uitgesproken. Angel. Oh, hij heet Angel. Wat een kut naam. Wat een mooie naam. Ken je Angel? Dat paardenmensje. Dat weet ik niet. Had je van paarden, Boybot? Nee, maar ik ben Nederlands. Oké, ja, die. Zeg alsjeblieft ja, Milan. Ik vind het wel leuk, hoor. Oh, jij vindt Angel wel leuk. Oké. Zou je met hem zou je willen daten? Zou je verkering met hem willen, Milan? Misschien. Misschien? Oh, oké. Nu komen we ergens. Wil jij verkering met Milan? Ben je een meisje? Waarom ben jij zo obsessed met of iemand een jongen of een meisje is? Dat maakt tegenwoordig allemaal niet meer uit. Nee, ben jij jongen of meisje? Dude! Ja. Oké. Wil je verkering? Oké, het meisje. Wil jij met Milan? Ja hoor, maar je bent wel een jongen toch? Ja, ik ben een jongen, maar dat wilde ik weten. Ja hoor, ze willen verkering met elkaar. Wil je op date? Nee, nog niet. Nog steeds niet, oké, maar ze wil misschien wel verkering. Angel wilt wel. Angel is my girlfriend. Angel is your girlfriend? Is het gelukt? Is Milan je vriendje? Ik heb nog geen verkering. Overduidelijk.
niet gelukt. Mensen, als jullie zoiets hebben van Kevin, hou vol, geef niet op. Milan wil verkering met Angel. En Angel, ja precies. En Angel die moet gewoon heel eventjes happen nu. Hebben jullie zoiets van, hebben jullie zoiets van Kevin, doe dit alsjeblieft volgende keer, volgende week, nog een keer. Dan ga ik dat natuurlijk voor jullie doen. Laat het dan heel even weten door middel van een like of in de reacties hieronder. Wil je meer van mij zien? Dat kan. Dan kun je in de beschrijving naar Kicks Games gaan. Die staat hieronder. En dan hoop ik dat je ook een paar van mijn video's wilt checken. Wie weet vind je ze wel leuk. Mensen, hopelijk tot volgende week. En zoals altijd vanaf hier, ciao.